Goedemorgen dag mensen en super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Red Hunter en in deze video heb ik echt iets super tof voor jullie. Want we gaan deze Grand Senate ETB gaan openen. Ik hoop dat we echt weer hele mooie kaartjes gaan poelen. Vind je deze video alvast leuk? Laat dan even zeker die like achter, want dat waardeer ik enorm. En dan gaan we kijken wat er in deze ETB zit mensen. We gaan hem gewoon open knakken. Ik ga gewoon even kijken ondertussen. Dit wordt ook de eerste ETB van mij van deze set eigenlijk. Dus het wordt echt wel een dingetje. En ik ben heel erg benieuwd wat er in deze set zit. Ik heb natuurlijk hier en daar al wat dingetjes gespiekt. Laten we even met z'n allen gaan kijken wat er in deze set zit mensen. Want er zitten een partij mooie kaartjes in deze set. Natuurlijk hebben we hier uiteraard de normale kaartjes. En uiteraard natuurlijk de Hatterene en de Hatena. Dat wordt ook nog een dingetje. Dan hebben we hier nog wat mooie vier kaartjes van Zamazenta en Zacian. Wat ook heel erg nice is. Mooie Rayquaza kaartjes er ook nog tussen. Deze Eevee V-kaart is ook heel erg tof. Maar goed, we komen uiteindelijk bij de andere kaartjes. De trainerkaartje uiteraard, wat ook echt een ding is. Ja, dan natuurlijk die Special Energies die we hebben. En natuurlijk een van de main kaartjes. Deze Pikachu kaart, die heel erg nice is. Dan komen we verder nog een beetje uit bij de andere trainer gallery of bij de GG kaartjes zoals we het noemen. Er zijn heel veel mooie kaartjes te vinden in deze hele toffe set. Zoals die hele gave Riolu. Kijk, hier doen we het meestal voor mensen. Voor die hele mooie arts die erin zitten. Dit lijkt me ook wel een grappig kaartje om te poelen. Verder, ja, de laatste pagina. Kijk die arts mensen, kijk deze arts. Dit wordt een set jongens en meisjes. Dit wordt echt een mooie set. Natuurlijk de hele toffe gold kaartjes die erin zitten. Oké, ook die gooien we aan de zijkant neer. Maar wat hebben we er verder allemaal meer in zitten? Er zit echt heel veel in ETB. Allemaal dingetjes en rotzooi wat we allemaal eigenlijk niet gaan gebruiken. Wat we wel gaan gebruiken zijn deze hele toffe Lucario sleeves. Dan heb ik hier de dobbelsteentjes. En verder hebben we hier nog een codekaart. En deze hele mooie promo. Wat een hele toffe kaart is. Pak je energies. Nou, die zit er natuurlijk ook altijd bij. Verder wat dividers van Lucario. Ook heel tof. En verder nog om de game te spelen een V-star marker en wat damage counters. Maar uiteindelijk komen we voor deze hele toffe 10 Grand Zenith packs. Die we in deze video gewoon lekker gaan openen. En kijken of we wat mooie hits eruit gaan voelen. Vind je deze video al tof? Laat even vast die like achter. En ja, als je vragen hebt, laat ook zeker een reactie achter in de reacties. Hè. Yes mensen, ik ben benieuwd of jullie aardig wat sets geopend hebben. Deze ga ik wel eventjes spieken. Yes, oké. Okay. Dan gaan we kijken mensen of we wat moois eruit kunnen pullen. 1, 2, 3, 4 kaartjes naar voren. En daar is die weer mensen, daar is die. De Fire Energy Electric Ultra Ball. Girafarig, Corphish, Energy Surge, Scyther, Rio en Yongoos. Ja mensen, let's go! We hebben een Drapion V. Heel erg tof is deze kaart mensen. Lekker! We hebben een hele mooie kaart te pakken. En we kunnen natuurlijk nog een hit achter hebben. Wat is die hit achter? Een Gumshoes. Zo, deze hele mooie Drapion art. Heel erg nice. Die hebben we in ieder geval in de pocket. Dat is vast kaartje nummer 1. Oké. En dan wil ik jullie verder nog even wat dingetjes vragen. We hebben natuurlijk hier en daar wat abonnees erbij gekregen. Wat heel erg tof is. Dank jullie wel daarvoor. Dat waardeer ik. Maar ja. We willen natuurlijk nog meer. We willen verder natuurlijk uiteraard. Dus als je deze video te kijken en denkt van hey, dit lijkt me tof. 3, 4, koppeltij. En dan... Gaan we kijken of we dit allemaal verder kunnen uitbreiden, dit YouTube gebeuren. En Energy, Solrock, Los Vacuum, Luxio, Mr. Mime, Sunkern, Koffing en Oddish en Salandit. En weer een hele toffe art, een hele mooie Dunsparce kaart. En als laatste kaart hebben we een Persiker. De Dunsparce, een hele mooie kaart om te hebben. Ik ben benieuwd trouwens mensen, hebben jullie deze set ondertussen al geopend? Zo ja, laat even weten in de reacties of jullie mooie hits eruit hebben. 1, 2, 3 en 4 naar voren toe. Hoppatee.
Dan gaan we kijken of we hier ook een mooie hit uit kunnen poelen. Een Energy. We hebben hier een Dragon Shoes. Een Luxio. Lost Vacuum. En we hebben hier een Larvesta. Oddish. Een Seal. Een Potion. Een Aon. Een Reverse Zarud. En een Heliolisk. Oké, Energy. Energy Switch. Croporock. Een Lunatone. Een Chetelt. Een Yamma. Barnyard. Bidoof, Potion, nice, we hebben een Reverse Energy kaart en een Enamorus. Oké, door naar het volgende packje. Zo, en dan gaan we eens kijken of we er nog wat moois uit kunnen poelen uit deze pack. Laten we eventjes kijken wat hierin zit. We hebben hier Energy, een Friends in Sinnoh, een Gloom, een Great Ball, een Tangela, een Beltoy. Een Galarian Meowth, een Wilmer, een Shinx, een Radiant Charizard. We hebben hem gewoon. Let's fucking go. Nice. Let's go. En een Hatterene. Ja, natuurlijk, de meme moet er uiteraard in zitten. Maar lekker dit, mensen. We hebben gewoon een Radiant Charizard gepoeld uit deze mooie pack. Hier ben ik blij mee. Hier ben ik heel erg blij mee. Dan gaan we kijken wat er in deze pack zit. Een Energy. Een Zalazzle. Dan komen we aan bij een Rare Candy. Een Dusclops. Dan hebben we hier een Shurubi. Execute. Rockruff. Purloin. Love Disc. En weer een hit. Een Solrock. Heel erg nice. En een... Oeh, nice. Een Zamazenta holo kaart. Een hele mooie holo. Energy. Een Luxio. Een French in Hysteria. Een Lyron. Een Wooloo. Een Shinx. Een Pancham. We hebben hier een Ponyard. Een Snorunt. Een Reverse Love Disc. En als laatste kaart een Dragonlance. Die naam af en toe nog steeds. Het blijft af en toe een raadsel. We gaan door naar deze mooie pack. Want ik denk dat hier weer een mooie hit in zit. Energy. B-Sharp. Graveler. Pokémon Catcher. We hebben hier een Starly, een Riolu, een Scyther, een hele tof Immolga kaart, een Yungoos en natuurlijk de Energy Reverse met wel aardige printlines, zo te zien als ik het zo zie. En we hebben hier, let's go, nice! Ik zei nog mensen, ik zei nog in het boekje, deze kaart hier wil ik hebben. En wat doen we? We doen het gewoon, lekker! Dit is zo chill. We hebben de Pikachu. Dit is zo vet. Nice. Lekker. Nice. Hier ben ik zo blij mee. Hier ben ik echt heel erg blij mee met deze kaart. Nice. De Reverse Energy gooien we natuurlijk ook uiteraard in de sleeve. Maar jemig. Dit is een kaartje hoor. Dit is echt wel een kaartje. Nice. Lekker. En we hebben gewoon nog twee packs te gaan inmiddels. Laten we eens kijken wat er in deze ene laatste pack zit. Een Energy. Energy Switch. Croporock. Lunatone. Een Shinx. Corvish. Een Ponyard. Een Seal. Een Rockruff. Een Tauros Reverse. En een Scizor. Oké. Energy. Lost Vacuum. Great Ball. De Solrock. We hebben hier een Ponyard. Een Cricketot. Een Chetelt. We komen hier aan bij een Mr. Mime. Een Sunkern. Let's go. Nice. We hebben ook nog de Mew Art. Heel erg lekker. Dit blijft ook een mooi kaartje hoor. Jeetje. Ja, dit doen we goed. En als laatste kaart hebben we nog een Gumshoes. Laten we er nog eventjes doorheen gaan. Wat we allemaal gepot hebben in deze hele toffe box. Natuurlijk deze hele gave Pikachu, dan natuurlijk de Energy, een Mew, een heel mooi kaartje. Dan hebben we hier de Zamazenta Holo, een Solrock, ook eentje van de Gallery set, een Hatterene. Dan hebben we hier nog een andere Energy kaart, de Electric. Natuurlijk de Radiant Charizard, die we ook heel graag wilden. Heel erg nice. Dan hebben we hier de Dunsparce. Ook dit is een hele toffe art om te zien. En natuurlijk de
Drapion V die we als eerst gepoeld hebben uit deze hele toffe box. Ja mensen, ik heb gewoon geen woorden meer voor wat we allemaal gepoeld hebben in deze hele toffe box. Het was echt een lekkere box om te openen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze video. Vond je deze video leuk? Laat even een reactie achter in de comments. En ja, druk zeker even op die like button, want dit verdient gewoon een like. Deze video verdient gewoon een like mensen. En ik zeg tot de volgende. Laters.